Er is, als je kijkt naar dit grafiek, is er maar 76,5% geabonneerd. Dus de andere 23%? Abonneer even, joh. Ik heb hier al een minigun. Help, 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 help. Ik heb je. Gaat ie? Auw. Oh, dit doet pijn. Wow. Hey, ik zie er iemand. Auw, auw, auw. Yes, hij is kapot. Ik kan niet deze kant. Yes. Oké. Okay. Hallo? Gaat hij? Wow. Wat gebeurt er? Een alien. Ik heb er wel eens vaker een problemen alien. Mee gehad. Een alien. Ja, een alien. Ja, ik heb hier ook wel eens vaker mee problemen gehad. Die kunnen je heel makkelijk meenemen in de lucht. Trouwens, ze hebben een UFO. Oeh, die kunnen we mooi UFO. Gebruiken. Een UFO, deze. Ja. Flying saucer. Maar wie ben jij eigenlijk? Ik ben Joram. Wie ben jij? Ik ben Starblaze. Oftewel Fenne. Oh, nou, ik heb ook een YouTube. Dat is, Joram Sini. Wow. En wat het dus, is. Ik ken dit eiland niet zo goed. Het enige wat ik weet is dat er UFO's zijn. Die vaak abducten. Ik heb er wel eens eerder problemen mee gehad. Toen was ik gewoon op vakantie en toen werd ik geabduct. Het was echt irritant, joh. Oh, een mega gigantische UFO. We kunnen daar naartoe gaan. Maar laten we eerst nog even kijken hier. Misschien is er iemand die ons kan helpen. Ja, het zou echt lachen zijn als er een cartoon zou zijn. Ja, echt serieus. Hoe grapjes zijn leuk. Hoe bedenken we dat eigenlijk? Ja, ik heb geen idee. Hey, er is er iemand. Nee, hey, er is inderdaad iemand. Auw, auw, auw. Hey. Hoi, ik ben nog gewoon op zoek naar een manier hoe ik hier omhoog kan gaan. Ah, screw it. I'm making this kapot. Ik ga niet mijn gitaar gebruiken, want dan gaan mijn gitaar weer kapot. Oh my god, het is een cartoon karakter. Het is een cartoon karakter. Cartoon? Ja. Yep. Waar heb je het over? Iedereen kan wel tegen ga. Cartoon grapje. Rick? Rick van... Rick and Morty? Huh. Rick? We hebben je hulp nodig. Wat is een nerd? Ja, ik zeg toch net, we hebben je hulp nodig. Ja, serieus, ik weet niet eens wat je bedoelt ermee. Ja, we werden net abduct en we willen weten wat hier aan de hand is. Dan moet je gaan naar het midden van het eiland. Hallo, kan je even stoppen met boeren jij, Rick? Ja, dat gebeurt als je heel veel alcohol drinkt. That's it. Don't teach people to drink that. Don't do... Dat krijg je ervan. Doe geen alcohol. Het is slecht voor je. 5 lessons with Ben en Joram. Oké, en weer terug naar de UFO. En nu naar het moederschip. Eerst of wat het ook is. Dat mega schip in de lucht. Mhm. Ik dacht eerst even kijken naar het midden van het eiland. Zoals die al ze. Wacht, ik ken jou niet. Ik ken jou. Jij bent... Oh, wacht. Wij kennen elkaar. Wie ben jij? Ik ben Joram. Dat weet je toch nog wel? Oh ja. En we kennen elkaar. Want jij bent fan, hè? En ik ken jij nog van die ene keer dat we de Spire gingen bekijken. Maar ik bedenk me nu. Dit is waar de Spire was. Hè? Wacht. Land. Ja,
spire? Ik zie overal van die metalen dingen, die zijn van de spire. De spire maar, is kapot, maar dat betekent dat de zero point kapot is. Oh, kak. Oh nee. Er staat een foundation staat erin. Wow. Hé, hey, je duwt me in het water, pas op. Sorry, ik kijk wel even of ik toch iets... Of iemand zie. Ik denk dat... Ik zie iemand. Wie is dit? Oh, dat is een IO-guard. Dat zijn slechte mensen. Die proberen de zero point helemaal kapot. Nou, wel goed te houden. Alleen, ze proberen nu de aliens dood te maken. En letterlijk, er gebeurt al zoveel. Het enige waar ze over nadenken zijn ze zelf. Ja, de aliens hebben ook een leven. Ja, hoor. Als jij Joran bent, ja. Wat je echt heel kort tegenwoordig zo. Als jij Joran bent, ja? Betekent dat als we elkaar niet herkennen, dat we elkaar zijn vergeten? Of is er wat gebeurd met die klap? Nee, ik denk dat ik het wel weet. Wat er is gebeurd is sowieso... Ja, wat er is gebeurd, de aliens hebben ons geabduct. Onze herinneringen allemaal weggehaald. En toen, ik kende jou niet meer. Ha, ik heb de andere. Maar dat moet betekenen, als ik jou dan met deze Chimera Ray Gun eens een keer schiet. Zouden we dan, zou jij dan mij beter herinneren? Ik zal hem even kijken. Wat is die scanner? Scanner? Oh, de recon scanner. Ja, die kan mensen vinden wanneer waar ze ook zijn. Kan handig zijn. Wat is dat? Oh. Dat ben ik. Ik heb een van de UFO's even gepakt. Trouwens, maar ik zei toch al? Hé! Hey! Een hele grote kist. Dat kan ook. Wow! Schrijven. Wow. Maar Fenne, deze gebruikten ze op mij. En nu weet ik het ook weer maar wat er was, dus. Oh. Dus ik schiet niet op jou. Weet je me weer? Wat? Joran! Ja! Goed, gelukkig, we herkennen elkaar weer. Oh. Hey, wie is daar? Not stopping now. Give me 10 more. Nou, ik hoef niet met jou te oefenen hoor. Hey, ik gaf hem een shield. Yo, gast, jij bent vet. Oké, ik gebruik de UFO weer. Zo kan ik dit ophalen. Oh my god, ik vlieg op de zijkant. Hij geeft een shield. En dit is best leuk. Fenne, kom. Ik kom. Yes. Geef je nog één shield, meneer. Gewoon een beetje dansen. Ik kom al. Zo, doei. Doei. Leuk om jullie te ontmoeten te hebben. Maar wat is er met... Maar... Oh, daar is de boerderij. Die boerderij kunnen we misschien zien of daar de aliens daar zijn geweest. Want je weet wel... Ja, maar we moeten zo meteen ook naar het moederschip, hè? Dat megaschip daar bedoel je? Dat daar is het moederschip. Ja. Ik weet sowieso... Wist ik wel. Er gebeurt sowieso niks als we daar zijn. Ik weet sowieso, hij gaat ons niet zien. Hij gaat ons sowieso niet abducten en ons naar de mothership brengen. Goede grap. Hé, hey, deze boerderij. Ja, klopcirkels. Klopcirkels! Tuurlijk. Maar, hold up. Er is iets fishy. Er is een UFO, Ze zijn hem aan het bestuderen. Door wie? Wow. De IO. IO, pak die UFO. En zorg ervoor dat de IO hem niet meer kan bestuderen. Aliens hebben ook leven. Hashtag Alien Life Matter. Ah, nee. That's a little joke. Oh, je wordt beschoten. Oh, nee.
Help me! Ik kan je helpen! Ik pak de UFO, ik pak de UFO! Pak de UFO, ik pak deze! Yeah. Hoe kan ik naar beneden ook alweer? Ik moet mijn gitaar wel gebruiken! Ik heb hem! Yes! Hoe kan ik naar beneden schieten? Ik bedoel naar beneden. Met de R-knop. Ik heb hier een UFO voor je. Of hou je gewoon die andere? Ja, ik heb... Ja. Oké. Oké, laten we gaan naar het moederschip. Ja, want dit is sowieso gewoon een basis van gekke mensen of zoiets. Van die IO. En ik wil niet met hun baas gaan. De dokter Sloan. Yo, het wordt mistig. Het is mistig, zeg. Ja, door mijn UFO. Ik ga hier even landen. Wow! Huh. Oh nee. Oh, lekker. Nee, hij gaat op je vallen, gaat op je vallen. Nee, nu gaat die juist op me vallen. Nee. Nee, Johan. Laat hem maar gewoon zakken. Dit ziet er zo fout uit. Pak jij de info? Ja. De tweede info. En dan moeten we zo snel mogelijk naar dat gekke grote schip. De battery moet heel even laden. Oké. Snel. Oké, ik zie welk schip hier een auto. Misschien kan ik die meenemen. Handig zou dat zijn. Wat gebeurt er als ik deze knop? Ik kan de abductor. Wow! Laat me gelijk even. Ik heb een auto erin. Ik heb gewoon een auto raptor. En rijdt hij nog verder? Nee, hij rijdt niet. Hij rijdt gewoon verder. Hij rijdt gewoon verder alsof er niks gebeurd is. Maar dat is een mega gigantisch UFO-schip. Ja, ik neem mee even een tafeltje mee voor het geval dat. Waarom niet? Ik ga landen op de UFO. Maar ja, ik ben benieuwd wat er dan gebeurt. Wacht op mij! Hey, wacht op mij! Wat gebeurt er als ik op dit knopje klik? Wow, ik begin de knop! Oh! Sorry. Benna. Wat is er, joh? Ik kom naar je toe. Mijn UFO is een beetje slow, omdat... Ja. Holy moly. What the hell? En waarom gaat hij überhaupt bij Believer Beach? Oh, er is een hele welcome party aan de hand, joh. Kijk dan. Epic. Uf, alien daar, alien daar, alien hier en haar. En alien hier en alien daar. Wat wil je nog meer? Een zelfgemaakte UFO, dat kan ook. Een zelfgemaakte UFO, prima. Ik neem de zelfgemaakte UFO mee. Kijk, een zelfgemaakte UFO. Ik pak mijn eigen UFO. Wow! Er is hier een rondje. Met een kruis erin. Daar moet die UFO gewoon kunnen landen. Toch? Toch? Ja. Mijn UFO kan daar precies landen. Oké. Ik ga nu daar naartoe. En ik word sowieso niet geabduct. Toch? Zo. Zou het toch niet geabduct kunnen worden? Wie zou dat... Tuurlijk zou het niet geabduct kunnen worden. Ja. Dikke party hier. Ja, leuk. 4, 3, 2, 1. We worden sowieso niet geabduct. Oh god. Fenne, kom. I'm scared. I'm scared. Oh nee. Wat gebeurt er? Ik stroom te dansen, maar ik ben niet blij. Oh nee, wat gebeurt er? Wat moeten we doen? Ik weet het ook niet.
Oh nee, voorlopig. Oh. Wat gebeurt er? Vertel mijn familie dat ik van ze hou! We moeten allemaal gaan naar verschillende plekken. En daar komen dus gele orbs. Wow. Oké. Gele orbs nodig. Dat. Oké, ik zit vast. Oké. Daar is snel pak ze. Ik weet niet waar ze zijn. Shit. We moeten gaan naar de gele plekken. Chinese huts. Wat nu weer? Ik ben daar nu in. 10 seconden. 5... Ik heb extra tijd. Oh, dat is dus waar je voor zijn. 10. Nee, 8. Nee, 7, ik heb er geen 1. 6, 5. Oh ja. Nee. Ik heb er 1. Ik kan geen timer krijgen. Oké, we hebben teergroen gekregen. Ik heb teergroen gekregen. Ja. Wat is dit? Dit is een hele nieuwe plek, joh. Allemaal uncommon wapens, joh. Pak ze. Waar? Al is het een kist te hebben uncommon wapens. Holy moly. Ik heb alleen maar een pistool. De humans wil nou ook het toppen. Jullie gaan nu weer terug naar Nederland. Nee, we moeten terug. Wat gebeurde daar nou weer? Weet ik niet, maar ik ga op die UFO landen. En ik zal dan, you know, gaan kijken wat hier allemaal voor technologie is. Technologie, alles met paarse spul geactiveerd. Ja. Wow. Wow! Ik ben beschoten! En dat was deze aflevering van de Fortnite Roleplay. Dit is weer Seizoen 7. Ja, sorry Fennel. Ik neem je mee. Ik neem je toch mee. Hamburger, cheeseburger, big mac, waffle, hamburger. Maar dat was dus deze aflevering. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ja, sorry dat ik jullie niet vertelde aan het begin waar die over ging. Het was gewoon lekker surprise. Ja, dat kwam omdat we moesten geabduct worden door een UFO. En er zat gewoon niemand in die UFO. Behalve natuurlijk die alien. Hamburger, cheeseburger, big mac, waffle. Hamburger, cheeseburger. Maar ik ga nu gewoon lieven. Door middel van een hele stomme manier. And yes, I am going to do it. I'm going to skybase at the end. Oh, seriously? You gotta be kidding me! You gotta be kidding me. Alright, is er ergens een gas can of zoiets dat ik kan? Nou, you know what, ik lief gewoon de game. Doei! Dat was de aflevering van de roleplay.